Is niet handig, dit. Ja, dan moet je hem lachen als iemand een bal tegen zijn hoofd krijgt. Oh, dat is jouw humor. Ik heb een keer met Pieter Cruijff gehad, die assistent trainer van mij. Pieter Cruijff. Ja, die werd ook neergeschoten. Die stroomman. Ja, ja, nee, de hoofdtrainer. Nee, die stroomman. Nee, ja, die werd neergeschoten. Jij verdiende de poen en hij bracht zijn salaris of zijn diploma in. Drie dagen na de wedstrijd zat hij nog in de dugout voor de tegenpartij. Die was helemaal totaal los. Frans Adelaar hebben we ook nog. Die was voor je dan ook leuk waarschijnlijk, of niet? Oké, ik wens je succes en laten we winnen. Godverdomme. Man. Die vind jij nou weer leuk, ja, hè? Ja. Ja, jij wel lachen, ja. Ja, nee. Ja. Maar Frans Adelaar, zijn haar zit nooit in de war. Nee, maar nu wel inderdaad, ja. 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 En daar was je ook het meest boos over, heb ik later gehoord. Hè? Dat hij die bal op zijn knak kreeg, dat vond niet zo erg. Het was best wel hard trouwens, als je het zo zag, hè? Ja, kan... maar dat is van die voetbal. Oké, okay, succes. En dan schoppen ze. Dat is echt hard, dit, hoor. Ja. Ja. Nee, maar als ze jou een bal tegen je hoofd doen, dan is die bal lek van al die haren van helemaal. Er zit een soort helm op. Keihard, hè? Ja, er zit een soort helm. Ja, jij hoeft nooit een helm op de brommer. Nee. Nee, jammer dat ik geen brommer heb. Stijn Wout.